Van de Internationale Dag voor de Mensenrechten. Stand up for someone's rights today. Dat is morgen, maar dat gaan we vandaag ook een beetje doen. Maar dan onder het thema bewegingsvrijheid. We hebben gevraagd aan 5 mensen om in korte tijd straks te vertellen wat ze persoonlijk ervaren bij het thema bewegingsvrijheid. Dames en heren, een tijdje geleden zat ik in de trein. En ik zat te lezen en tegenover mij zat een wat ouder echtpaar. En ze verzuchten dat ze die dag tegen wil en dank in de trein zaten, omdat in plaats van hun bestemming, hun mensenrecht om hun auto gratis te parkeren, niet erkend werd. Wheelchairmafia is een site die dus de dagelijkse uitdaging van rolstoelgebruikers onder de aandacht brengt. Onder een grote groep mensen. Veel van die praktijkvoorbeelden zijn eigenlijk wel humoristisch. Etnisch profileren komt vooral voor bij proactief politiewerk. Als zo'n agent op dat moment etnische kenmerken, uiterlijke kenmerken, religieuze kenmerken, noem het maar op, laat meespelen in zijn besluit om iemand staande te houden, dan heet dat etnisch profileren. Aangezien bedrijven en overheden al op grote schaal data van ons verzamelen, dachten we van ja, hoe moeilijk is het nou? Zouden wij dat ook kunnen? En hoe erg is het eigenlijk? Dus bij wijze van, ik zeg altijd voor de grap, de CBS houdt bij wat het verschil is tussen Turkse vrouwen en Marokkaanse vrouwen die hun vuilnis buiten zetten. Dus hoe vaak de ene het doet en hoe vaak de andere het doet. We verzamelen heel veel cijfertjes en ook nu weer sta ik te kijken wat het CBS allemaal verzamelt. Ik denk dat wij met z'n allen niet bij elkaar weten wat er allemaal verzameld wordt. Maar dat we ook niet in de gaten hebben hoeveel risico we daarmee lopen. Als je op internet informatie over jou staat, dat zit er voor eeuwig op. Ook al is dat misschien niet meer relevant. En dat beïnvloedt wel inderdaad hoe je je beweegt. Namelijk, kan ik nog solliciteren ergens of niet? Ik herinner me bijvoorbeeld dat toen ik net hier aantrad in Utrecht een jaar geleden, dat toen volop de discussie speelde over de toegankelijkheid van Tivoli Vredenburg, om er eens iets te noemen, net opgeleverd gebouw. Denk je, hoe kan het? Maar het kan dus. Het kan ook dan nog weer misgaan. Waarom? Ja, niet te weinig bewustzijn op dit vlak. Waarom is een avond als deze belangrijk? Omdat ik geloof dat de eerste, en dat is heel zoetsappig en heel cliché, maar de eerste stap onderweg naar het oplossen van een probleem is altijd het probleem erkennen, over problemen praten. En dat kan op zo'n avond. En ik denk dat het ook goed is, en daar raakt het thema ook, om in te spelen op het inlevingsvermogen van mensen. Want het feit dat jij niet tegen een specifiek probleem aanloopt, wil niet zeggen dat het probleem niet bestaat. Het is een avond die energie geeft, zelfs als er botsende gedachten zijn of ze zijn niet eens met elkaar of zien een onderwerp als het over etnisch profileren gaat. Ze zien het op een andere manier, maar ze zitten wel bij elkaar om erover te praten en daar begint het. Oh ja, visualiseer is zie het voor je bij ons in therapietaal. Nou ja, ik kan visualiseren dat ik ons weeg, maar in die stoel kom ik niet. Jullie mogen mij nu strippen. Strippen? Begin maar met de kniebeschermers. Okay. Ja. Oh, wat fijn. Kees geniet ook. Oké. Ik vind een avond als vanavond heel belangrijk, omdat bewustzijn zouden we altijd moeten hebben, maar dat hebben we gewoon niet. Dus als we een goed boek lezen, een goede film zien of een goed debat voeren of met elkaar zijn, dan weet je weer, oh ja, je inspireert elkaar. Dus daarom vind ik het heel belangrijk.